FC Utrecht, dat is pas de club. Lars van der Brink, allereerst even hartelijk welkom bij de sportvereniging. Hoe vind je het om hier vandaag gast te zijn? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. En normaal gesproken zit ik bij de hoofdtribune vanwege mijn functie bij Utrecht. Maar het is ook leuk om normaal onder sports te zitten. Wat is jou het meest bijgebleven uit je tijd hier bij Utrecht? Ik denk mijn eerste wedstrijd hier was tegen PEC Zwolle toen. En het verbaasde mij hoe hoog dan de binnenkant is. Dus ik vond het wel heel gaaf om te zien al die supports achter het doel destijds van René Ponk. Dat vond ik wel heel erg gaaf. Dat ik dacht van ja, dit is echt profvoetbal. Dat is leuk. Je gaf net al aan, je hebt hier een functie bij de club. Kan je wat vertellen, wat meer erover vertellen en wat het inhoudt? Jazeker. Ik zorg ervoor dat alle voetballers hun faciliteiten zo goed mogelijk zijn. Dus ik moet ervoor zorgen dat het veld goed is, de voeding, de kleding. Alles wat er maar voor kan zorgen dat de jongens kunnen presteren. Oké, nou duidelijk. Jouw verdere carrière ging door India, Australië, Zuid-Korea, Peru. Hoe heb je dat ervaren? Ja, even een correctie. Geen Peru. Peru heb ik niet gered. Ga ik misschien nog wel een keertje op vakantie naartoe. Maar Australië, Zuid-Korea en India was hartstikke gaaf. Ik zat op een gegeven moment in Nederland een beetje op een dood spoor, vond ik. Ik had bij FC Utrecht hier gezeten, logischerwijs. Ja. Ging naar FC Emmen en daarna naar FC Omniworld, wat nu Almere City is. En ik had hogere verwachtingen van mezelf toen ik jonge, ambitieuze speler was hier in de jeugd. Dus ik dacht eigenlijk dat het een beetje op zat. En toen kreeg ik de kans om naar Australië te gaan. Ik dacht, ja, waarom niet? Anders ga ik daar naartoe op vakantie. En nu wordt er voor me betaald om die kant op te gaan. Dus we gaan het gewoon proberen. Ja, het was gigantisch mooi. Echt een super ervaring. Een ervaring voor het leven, lijkt mij. Ja, zeker weten. Vooral Australië is mij heel erg bevallen. Mijn uitstapjes naar Zuid-Korea en India waren wat minder goed bevallen. Dat was mede dankzij blessures niet helemaal het succes geworden wat ik had gehoopt. Maar Australië is natuurlijk een veel makkelijker land om je als Nederlander thuis te voelen. Het is westers is het en lekker weer erbij. Een mega sportklimaat. Dus wat dat betreft alle ingrediënten voor mij om een fantastisch leven te hebben. Oké, nou helemaal goed. We spelen vandaag tegen AZ. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ja, het zal voor ons heel pittig worden, verwacht ik eigenlijk. Het zal voor AZ natuurlijk ook zwaar worden bij ons in de Galgenwaard. Dus ik denk niet dat zij hier naartoe komen van dit gaan we wel even regelen. Maar ik verwacht een spannende pot. Extra leuk is natuurlijk dat Van der Brom tegen zijn oude clubje speelt. Tegen zijn oude assistent. Dus ik hoop dat wij het natuurlijk beter doen. En het zal pittig worden. Ik hoop op een 2-1. Maar zij hebben nu net twee internationals erbij. Ja. Wat dat betreft geven we wel aan hoe goed zij bezig zijn. Alleen zijn wij de afgelopen tijd natuurlijk ook weer steeds wat beter gaan voetballen. Dus ik denk een open wedstrijd en ik hoop uiteindelijk 2-1. Goed, het verbaast hartstikke leuk dat je hier wil zijn. We gaan even sporten zo min. FC Utrecht, dat is vast de club. FC Utrecht, de wind en wereldclub. FC Utrecht, maakt steeds weer een goal. Utrecht, doorgaan, dat is het parool.